Een jaar geleden ging het goed mis op het Flevolandse stroomnet. Betrokkenen van toen blikken terug. Ik zal hem openmaken. Kun je de schakelaar zien waar het dus begonnen is. En dit is de schakelaar. Hier ging het mis. Er zijn drie dingen tegelijkertijd misgegaan, wat echt heel uitzonderlijk is. Allereerst is er een menselijke fout. Heeft er plaatsgevonden een medewerker die hier aan het werk was. Ze waren hier net klaar, heeft ten onrechte een schakelhandeling verricht, dus stroom doorgeschakeld. Dan normaal gesproken, dan wordt dat stopgezet aan de andere kant van de lijn. Dus dat is op station Lelystad. Daar heb je ook zo'n schakelaar en die stopt dat dan. Alleen daar waren ze aan het werk en ze waren die schakelaar aan het testen, waardoor die buiten werking was. Dat is twee. Dan is er altijd nog een backup, maar daar bleek een technische fout in te zitten. Dus die drie dingen samen hebben ervoor gezorgd dat de stroom niet in een halve seconde werd afgeschakeld, maar dat het ruim 4 minuten duurde. Met alle gevolgen van dien. Van Lelystad in het westen tot Dronten in het oosten van de provincie lopen de stroomkabels. En deze kabels werden zo heet dat het te gevaarlijk werd om er onderdoor te rijden. Flevoland werd dwars door het midden afgesloten. Ja, Noord-Zuidverbindingen lagen er echt helemaal uit. Die kabels lagen echt bijna op de weg op sommige plekken. En er moest dus veiliggesteld worden van kunnen de verkeer dan weer veilig te langs laten gaan. Dus het verkeer stond gewoon stil. We hebben wel vaker stroomstoringen meegemaakt, maar slaphangende kabels, dat heb ik nog niet eerder gezien. En ik loop al een aantal jaartjes mee en dat is wel heel bijzonder. Dus het is was een complex probleem. In het hoogspanningsstation in Lelystad ontstond brand. Naast Dronten de andere plek waar gewerkt werd aan het stroomnet. Medewerkers daar werden verrast door het vuur. Die waren echt bang. Dus die moesten ook echt wel rennen om weg te komen bij het vuur. En gelukkig is dat helemaal goed gegaan. Die zijn met schrik vrijgekomen. Maar die hebben echt wel een sprintje moeten trekken om te zorgen dat het vuur ze niet te pakken kreeg. Dus eigenlijk is het een wonder dat het is gegaan zoals het is gegaan. Geen gewonden, maar de schade aan al het materiaal is groot. Nou, wat je hier zag was door die hitte branden de lijnen door. Dus je zag rook uit die lijnen komen. Je zag hier dat er bepaalde onderdelen hier achter op dit hoogspanningstation branden door. Dus rook, je zag wat vuur. En je zag eigenlijk helemaal tot aan Lelystad zag je dat de lijnen rookten. Omdat er vet op die lijnen zit. En ja, door die spanning en die warmte zag je dat vet roken. Ook vanuit de lucht is de schade goed zichtbaar. Door de warmte zetten de kabels ook uit. Ze kwamen lager te hangen. Ze kwamen zo laag dat de vonken oversloegen naar de bovenleiding van het spoor. Alle bekabeling van de treinen die heeft een hele grote stroomstoot gekregen eigenlijk. En die werden oververhit, dus alle meterkasten en dat begon allemaal te smeulen eigenlijk. En door die hete kabels in de grond ontstonden er ook gewoon bermbrandjes. De Intercity van Dronten naar Lelystad strandde. De schade bleek enorm. Maandenlang kon de NS niet rijden over het traject. Ja, dat viel ernstig tegen natuurlijk. Want ja, we zijn een treinenbedrijf, dus je wil niet anders dan zo snel mogelijk zorgen dat alles weer op orde is. En dat betekent omleidingsroutes, meer treinen en ook bussen. Een gemiddelde trein, een gemiddelde intercity, zitten ongeveer 1000 mensen in. En in een bus kunnen 50 mensen. Dus je kunt zich voorstellen dat die aantallen ten opzichte van elkaar, dat is natuurlijk echt een enorme klus. De schade is groot. Ook bij de NS zijn meer kosten gemaakt. Maar de reputatieschade van het openbaar vervoer is nog wel het grootste probleem. En je wil ook reizigers niet kwijtraken die vervolgens zeggen, ja, ook de omreis is druk. Weet je wat, ik koop een tweedehands auto. Dat is natuurlijk het allerlaatste wat we willen. En aan de andere kant moeten we natuurlijk inderdaad bussen inhuren. En dat is dan inderdaad ook een kwestie van wie is verantwoordelijk voor de schade. Dus daar vindt met allerlei juristen nu gesprekken over plaats van wie gaat de rekening van de bussen betalen. Het beheerder Liander laat weten enkele luttele miljoenen euro schade te hebben. En ook bij Tennet is het schadebedrag hoog. Uiteindelijke schade wordt beraamd op iets van 10 miljoen euro. Behoorlijke schade. En is ook alle schade al verholpen? Nee, we zijn daar nog druk mee bezig.
moeten op een aantal plekken moeten nog nieuwe lijnen, nieuwe kabels in de hoogspanningsmasten trekken. Begin 2024 hopen we alles klaar te hebben. Morgen deel 2, dan het verhaal van de machinist van de gestrande trein.